trap, hè? Slecht, maar ik voel me wel goed. Kom aan, hè? Jullie kunnen het. Oh, sorry. Wat een echte vlogmeister. We zijn er. Goedemorgen! Vandaag dag 2. We zijn onderweg naar Tel Aviv. Net even ontbeten en we gaan even op zoek naar Jasper. Top, chauffeur. Tom. Hey. En, of course, de belangrijkste, de gids. One and only. We zijn in Tel Aviv en we hebben net vanmiddag aan het strand geluncht. Toen zijn we even bij de familie van Rotem geweest en nu zijn we op het strand. We hebben net eventjes gezwommen in de zee. Het is echt super chill hier op het strand en nu gaan we naar Jaffa. Dus, oude stad, en daar gaan we even wat drinken. Ik ben heel benieuwd hoe het daar is. Van de winkelcentrums. Lijkt een beetje op een Amerikaanse shoppingmall eigenlijk. Ik ga even shoppen. Rotem heeft een interview en ik kom mij daarna weer ophalen. Dus ik vermaak me hier nog wel even. Hallo, Jos. Goedemorgen. Hallo, ik ben Beth. Goedemorgen. Niet te hard praten, voelt een beetje gek, want het is 6:30 ochtends. Ik heb net gegeten en vandaag is de eerste dag van de Epic Israël. Een rugzakje op, petje mee. Daar gaan we. Een van de steile klimmetjes. Kunnen jullie zien waar de koers omhoog gaat? Zo, so here it is. De eerste stop. Dit is onze auto, de Jeep. En dit is het uitzicht. Oké, kijk, ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar daar komt de eerste groep aan. Ik ga even een goede plek zoeken om aan te moedigen. Kwaaijas!
Kom aan, Martins. Kom op, hè. Slecht, maar ik voel me wel goed. Kom aan, hè? Jullie kunnen het. You can do it. Oh, man. Push it. Go, 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 go. Zo, koffie to go. Broodje gehaald. Livestream. Op naar plek 2. Kom op, Jas. Kom aan, je bent er bijna! Kom aan! Hup, 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 ik weet het niet. Kom op! Kom on, you can do it! Almost there! Ja, dat lukt het wel. Oké, we zijn eigenlijk allemaal op de tweede plek. En koffietje is op. Jasper is ook al voorbij. Ik was net op tijd om een filmpje te maken uit het raam. En zit in de laatste kilometer. Are crossing the finish line? Not yet. They still have a little way to go. This is a very... Dus we hebben de livestream eventjes een tijdje gemist, dus ik heb geen idee eigenlijk op welke plek Jasper zit. Hij vroeg het ook toen hij langs kwam, maar ik weet het niet. Dus we gaan nu even finish kijken en ik zit hier voorlopig nog wel bij die fotograaf. Almost there, come on! Good job! Come on, Tom! Yes, I made it! Ik ben nu bij het hotel, bij de finish. Kijk, hier is de finish, hotel. En nu 3 uur na de finish van Jasper op zoek naar Jos. Ik ben bij de start van de wedstrijd. 1.2 kilometers. 1200 meters behind the motorcycle. Daar staat Rotterdam. Then the motorcycle moves on. Net aan het opstaan. And the game begins. Opgesteld. Please be very cautious in the first kilometer. Dat is Jasper. Because as you seen yesterday, it's kind of hectic. Ready for start. Daar is die. Laat ze even de schade zien van vandaag. Inzoomen en op de lucht ook, toch? Nou, ik ben best wel trots op hem, want hij had gewoon goede benen, maar... Lekker band gevallen, beetje veel pech in 60 kilometer. Dus uiteindelijk zijn ze 15e gefinished en overal is het nog niet echt bekend, hè? Nee, ik denk het van 9 dus. Oké, iets van 9 overal. We gaan nu even lunchen buiten. We zijn de enige, zou je zien.
Je ligt te snurken. Lekker. Oh, sorry. Ik ben echt de volgmeister. Yes, goedenavond. We zijn op visite bij Tom. Hey. En we eten Italiaans vanavond. Tom's moeder heeft gekookt. Het ziet er echt... Sowieso, de keuken is echt al super vet. Maar ja, het eten... You just have been to Italy, right? Yes. And had some inspiration for a very good meal for us. Every time that I'm coming from a place that I was not, that I've not been before, and I've been in Italy a lot, but I've never been in Amalfi Coast. Yeah. I'm doing a meal for friends, with the original food that I ate. And it looks super good, like super good. Dus we gaan nu beginnen aan de vorige gerechtjes, en dat is pizza. Aubergine, stokbroodjes, salade, hier groentes. Yes, we zijn eraan begonnen. De hike naar Masada. Masada? Ja. En kijk, hier hebben we onze diehard hiker. We zijn 5 minuten onderweg. Nee, minder. Nou, in ieder geval, we zijn eraan begonnen. Het is een uurtje lopen omhoog. Oké, we zijn boven geweest. Oeh. En ik wou zeggen, we gaan nu met de lift, maar even vasthouden. En nu met de lift naar beneden. Lekker niet meer lopen. Yes, we zijn op het strand bij de Dode Zee. En kijk, daar zit de rode mijn jas. Maar het is hier nu dus al best wel ondiep. Maar je kan nu gewoon gaan zitten. En het water duwt je omhoog.
Dus je blijft vanzelf drijven. Bekend pakkie. Of niet, het is maar net hoe je het bekijkt. Want vandaag ga ik fietsen een uurtje, wel te verstaan. En ik had natuurlijk geen fietskleding mee, dus ik heb een Rotem mijn kleren aan. Ik heb vandaag voor het eerst in mijn leven eindelijk nationale streepjes. En zijn Israëlische. We gaan dus mountainbiken. En dat komt door deze jongen. Die wil mijn skills wel eens zien. En laten zien waar hij de wedstrijd heeft gereden. Dus ik ga voor het eerst in mijn leven echt mountainbiken. Ik ben benieuwd. Hoe gaat ie? Het mountainbike-avontuur zit erop, was super gaaf. En deze jongen die is nog even achter de auto terug naar huis. Dus was echt super leuk. Nu even douchen, omkleden en dan gaan we hummus eten. Yes, hummus! En we zijn even naar de buren gegaan voor koffie, ijskoffie. Cheers en kijk wat lekkers. Ik heb een chocolate ball met coconut, chocolate ball met sprinkles en cake. We zijn gepakt, koffertje, handbagage, fietstas. Dus we zijn klaar om te vertrekken. Maar eerst nog een ijsje eten. Alle troep mee en inchecken. Daarna gaan we beginnen aan de vlog monteren. En we komen als goed vandaag om 1:30 aan op Schiphol. Dus ik hoop dat we om 3:00 thuis zijn. Security check. Op naar Nederland. Amsterdam.